allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is woensdag vandaag en ik heb weer gewerkt, de week is weer door midden. Vandaag lekker gewerkt en vanavond ga ik naar Joost. Dan gaan we de bekerwedstrijd kijken. Ja, door de week kom ik een beetje slecht uit om naar voetballen te gaan, want dan... begint de wedstrijd pas 9:15 en dan is het pas om heel laat pas afgelopen en dan inmiddels als ik dan weer thuis ben van de 9:15 wedstrijd is het alweer 12 uur. Dus ik heb een keertje overgeslagen. Ik zal de camera meenemen natuurlijk, uiteraard natuurlijk neem ik de camera mee en dan. Ja, kan nog een beetje vloggen, hè, tussendoor, hè. Een beetje vloggen bij Joost, hè. Dus vandaag, ja, vorige week is hij natuurlijk naar mij geweest. En hij vroeg aan mij of dat ik vandaag bij hem kwam voetballen kijken. Ook Ramon is er en Vincent. En ja, kan ik natuurlijk, natuurlijk kan ik niet nee zeggen. Dus vanavond lekker gezellig naar Joost toe. Ik heb er zin in. Hartstikke leuk, altijd gezellig bij Joost. Dus toppie. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in vanavond. Hartstikke leuk. Nou, ik ga weer even verder. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik zit in de auto. En ik ben onderweg naar Joost. En dan gaan we gezellig de wedstrijd kijken. Maar ik ben niet alleen. Ik ben hier samen met... Met Ramonski. Met Ramonski. Ja, en die gaat gezellig mee naar Joost Kop, naar Hellevoet. Ja, gaan we lekker naar Joost. Naar gezellig naar gewoon Joost. Gewoon Joost. En daar is het ook vanavond ook. Zit je de hele dag met de man het werk al, de hele week. En dan zit hij hier, s'avonds zie ik hem ook nog. Hè? Ja, dat ook. Het is wat, hè. Ja. Nou, wij gaan even onderweg en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. En laters. Loters. Zo, en we staan in de lift bij de lift in de flat van gewoon Joost. Gewoon Jeuk. Ja, van gewoon Jeuk inderdaad. En Jeuk dat hij hebt. Nou, dus even kijken of dat die oude schuimbakken zal. Oh ja. Politie, uitmachen! Politie, uitmachen! Ja, zo. Afijn klunk. Afijn deur dicht opeens. Mooi, hè? Ja, toen stond ik bij net stond ik ook aan de deur. Stond ik verkeerd, stond ik maar eentje beneden, stond ik bij André voor de deur. Ik stond bij André voor de deur. Ik had het verkeerd gedaan. Politie, uitmachen! Snel! Politie, uitmachen! Gewoon Joost! Hij is er hoor, gewoon Joost! Gewoon Joost! En die zegt altijd... Proost! Mooi ja! Zo, we gaan lekker voetballen kijken, gewoon Ramon hè! Ramon gaat ook een YouTube kanaal openen hoor! Gewoon Ducky! Dukstad hè! Gewoon Ducky! Ja, dat is top. Mooi hè. Hey Frans! Al ben je gek hè? Ik kwam later achter dat ik nog bier had. Bier hè? Nou jongens, de kerst spreekt jullie zo, mazzel! Zo, en het staat inmiddels 1-0 voor Feyenoord. En het is nu een penalty, omdat Larsson werd neergelegd. Dus we gaan even de 2-0 bekijken. Ja, hopen we dan tenminste. Dat dachten we zondag ook. En toen misten ze een strafschop. Dus we gaan eens even kijken wat. Of dat ze de 2-0 maken. Joost, wat vind jij ervan? Ja, hopen op een 2-0. Ja, hopen op 2-0, maar. Nou ja, in ieder geval één ding. Oh, hij krijgt een rode kaart. Hij krijgt een rode kaart. Kramer gaat hem nemen. Nou, kijk, dat bedoel ik, hè? Kijk hoor. Wat een klootzak, hè? Echt. Hoe krijg je het voor elkaar om Kramer die strafschop te laten nemen? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd? Ja, precies. Dan ben je niet goed bij elkaar. Kijk.
Ja. Dat was niet goed, dat was echt verkeerd. Ja, en daarna schiet hij hem in zijn handen. Echt, hè? Jongen, wat een stelletje amateurs. Ja. Nou, we gaan weer even verder, jongens. Tot zo. Weet je wat het is met Kramer? Hij snapt het niet. Hij snapt het echt niet. Ga gewoon weg, lel. Lel, ja. Zo, en het is inmiddels rust geweest. Ruststand 2-0. Mooi doelpunt van Larsson. En dit vindt Vincent van de wedstrijd. Hij vindt het gewoon slapenverwekkend. Hij legt al de hele tijd te pitten. We moeten hem elke keer wakker maken. Wat is er nou, Joost? Nou, hij vindt het gewoon een slaapverwekkende wedstrijd, vindt hij het gewoon. En wat vind jij ervan? Nou, mag wel een paar doelpuntjes erbij. Hè? Ja. Tegen 10 man van Zwift. De strafschop weer gemist. En het is gewoon weer helemaal niks, hè. Het is weer helemaal ruk is het. Ja, helemaal niks met niks. En dan mogen we best even wat meer doelpunten maken, dan is het helemaal top. Ja, toch. Dat is goed weer. Gaat hij weer. Ja, Vis, het is al de wedstrijd aan de binnenkant van Zoog aan het bekijken. Hey Vincent. Dus, we gaan er even lekker even verder kijken. Ja, dat geklooien, dat geklungel. En dan spreken we jullie dadelijk weer. Tot zo. Dix, nou, en dat is 2-1, jongens. Ja, weer Dix. En het is, komt terecht. Als je zo slecht speelt, ja, dan ga je vanzelf zulke doepen tegen krijgen. Het is echt, het is gewoon een drama. Is het gewoon. Maar ja, we houden de moed erin en we gaan gewoon verder kijken. En dan spreken jullie dadelijk weer. En wel trusten. Gewoon. Joost. En gewoon. Zo, Marco. En gewoon is Ultrax. Ja, de echte. Ja, dat wel, hè. De wedstrijd is afgelopen, 4-1. Ja, het was geen beste wedstrijd, maar we zijn weer een ronde verder. Dus, en zo waar, echt waar. Het is echt waar. Hij is een keer wakker, slaapkop. Bijna de hele wedstrijd liggen slapen, maar... Ja, vind ik ook niet gek. Nou ja, is ook niet gek ook, want het was een draak van de wedstrijd. Jee, wat slecht zeg. Maar ja, we zijn weer in een ronde verder en ook Ramonski is er nog. Ja, gewoon Ramon. Dat gewoon Tapon. Ja, van Ramonski, hè? Gewoon Tapon. Nee, van gewoon Ramonski, hè? Heel van gewoon Ramonski, hè? Ook mooi, hè? Dus vandaag, nou, terwijl we nog een paar neuzen zien van Zwift. En ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Ik ga nog even hier even een peukje roken, even nog wat drinken. En dan ga ik zo ook weer richting huis, want morgen is weer vroegdag. Dan moeten we weer gaan werken. Dus ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Doei, dag. Zo, en we gaan richting huisjes. We gaan weer naar huis toe, want morgen moeten we weer vroeg op. We moeten allemaal nog werken morgen, dus ik ga hem hier al afsluiten. Ik ga hem nog niet helemaal afsluiten, dadelijk als ik thuis kom film ik ook nog een stukje. Maar Joost, bedankt voor de gezellige avond. Graag gedaan. En ja, het was gezellig. Dus, ja.
gaat liggen en je gaat in een soort shock. Ik heb het zelf twee keer gehad. Ja, dat is mooi. Dat is nou, bedankt voor de gezellige avond. Dat is mooi. Ik heb alleen wel even slapen de hele wedstrijd, maar ja, als ik slaap verwekkend ook de wedstrijd. Dus nou, Joost bedankt en ik zie je binnenkort wel weer in een nieuwe vlog, hè. Er komen vast nog wel heel veel vlogs met Joost erbij, dus het gaat helemaal goed komen. Nou jongens, ik spreek jullie dadelijk allemaal en dan ben ik nu weer in Spijkenisse. Zo, en ik ben weer in Spijkenisse. Dat heb ik snel gedaan. Hey. Dat is snel, jongen. Hey. Ja, zo van Hellevoet. Ja. In één knipbeweging zo terug in mijn huiskamertje in Spijkenisse. Toen was er zo even futschakkelis. Ja, jongen, man. We werd keihard gereden, jongen. Hey. Alsof het een man, als een straaljager, jongen, gingen we. Alsof het een toverkunst was. Ja, zeker weten, jongen. Ik ben echt toveren, jongen. Hey. Dus, nou jongens, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. En abonneer op mijn kanaal. En abonneer binnenkort ook op Ramon's kanaal. Want Ramon had het over dat hij ook wou gaan vloggen. Ja, en dan gaan we hem gewoon in steunen. Hij gaat gewoon ook lekker vloggen. Gezellig. Gezellig. En dan koopt hij ook een PlayStation 4. Dan kan hij ook mee Grand Theft Auto spelen en zo. Leuk. Ja, ik koop gewoon een PlayStation 4. Ik heb een Grand Theft Auto. Ik heb een stream, hè. Alleen als je gaat er vergezet dan nog. Ja. Nou, jongens. Wat ik al zei. Doe blauw duimpje de lucht in. Ja, en al doe de midden duimpjes, mag ik nog? Ja, nee, de blauwe duimpjes, hè. Ja, precies. Blauw ja. Duimpje. Ja. En abonneer op mijn kanaal. En druk even dat belletje bovenin in. Dan krijgen jullie elke keer een melding dat er, als er weer een nieuwe video online staat. Ja. Nou, iedereen de groetjes. En jullie weten het. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf, boem.